Goedemiddag, dames en heren. En welkom hier in Plopsaland de Pannen. En leuk dat jullie kijken naar het Mr. Theme Park van zijn. Zo, mensen, als eerste attractie hier vandaag op de Bloemenmolen. Dames en heren, we gaan ervoor! Let's go! Dit is nu natuurlijk wel de leukste flat ride hier in Plopsaland de Pannen. Yo! Oh yeah! Gezellig. Here we go! Yay! Whoa! Oké, dames en heren, here we go. Yo! Oké, om een Jordi trick te toevoegen hier aan de attractie. Let's go. Pas op, het kan al een keertje hevig gaan. Hey! Hey, let's not. Ik word nat, ik ben daar heel zeker van. 3, 2, 1, we gaan weer naar de. Yo! Wat een gezelligheid. Dit is echt een toffe attractie, dames en heren. Ik vind het echt wel geweldig. Hey! Kleddernat word je ervan. Niet normaal. Hey, yo! Wat een gezelligheid. Dit is echt cool. Woep. Dit is echt de tofste flatride van heel Plopsaland. Van alle Plopsaparken momenteel dat ik al gedaan heb, vind ik dit hier de tofste. Ik vind dit geweldig gewoon. Het is echt een topattractie. Je nat, bleef je droog, la la la. Ik werd er een beetje nat. Oh, dit was hem dan. Was cool. Dames en heren, dit was de Bloemenmolen voor vandaag en ik vond het weer geweldig, zoals altijd. Next attraction is de glijbaan. Volgende attractie is de glijbaan, dames en heren. We gaan ervoor, dat wordt fun. Er zit niemand op momenteel, dat is nog beter. Ik ga zeggen, dit is de glijbaan die eigenlijk geen glijbaan is, of misschien wel een glijbaan is. We zullen zien. Broer hadden ze hier in de melee zo eentje staan en... ja, die hebben ze dan nog een eentje gehouden in de naam van Plopsland. Dan is hij weggegaan. En uiteindelijk staat hij hier nu terug in Mayaland. Ja, is het dezelfde glijbaan? Dat veronderstel ik niet. Want het zal wel een volledig nieuwe zijn. Maar het is eigenlijk wel hetzelfde principe. Ja, met een matje naar boven en ja, met een matje naar beneden. Eén nadeel, het matje moet je zelf naar boven dragen en dan ga je naar beneden. Oké, here we go! Hey! 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 Yo! Oké, dit was hem dan. De attractie waarvoor ik hier nu ben vandaag, dat is, misschien horen jullie het al, Anubis The Ride. Wat is er zo speciaal aan Anubis The Ride? Dat is hier de enige launch coaster hier in Plopsaland te pannen, dat weten jullie wel. De beste coaster van België of van de Benelux. En ja, daar had je hem, maar ik heb hem niet kunnen filmen natuurlijk, maar ik ga hem nu filmen voor jullie. Ik ga daar een ritje op maken, het is lang geleden dat ik hem nog een keer op gefilmd heb, dus we gaan dat nu een keer doen vandaag. Want, jullie zien het al, ik heb mijn harnas bij en
dat kun je hier wel gebruiken. En daar ga ik nu een keer een ritje op maken. Ja, Anub is de right. Voor sommige mensen een hele enge achtbaan. Voor mij is het gewoon een achtbaan. En dit was dan nog een keer de grote golf hier in Plopsaland. Ik ben er een beetje misselijk van geworden. Maar ja, dat is ook normaal. Want eigenlijk, ja, ik ben wel aan draaiende dingen, maar niet zo altijd. En na het eten is dat niet echt een groot... Allee, is dat niet echt een goed idee om daarop te gaan. Maar goed, we gaan verder. Let's go. Thank you.
Welkom in de raad, dames en heren. Hier in Plopsaland en hier heb je uitzicht op de dino's. Die van de zomer even open gehad. Yo! We kunnen hem nog voor. En voor een leuke uitzicht klippen we een keer op de draad. Hier gaan we weer. Hey! Pijs dat ik te zwaar zijn voor dat spel. Ja, het is moeilijk. Ik vlieg als klus in de lucht. Yay! Ik vlieg. En nu zal ik neerstorten op de grond. Daar gaan we. Oh, ik ga neerstorten. Yay! Oei. Ah, net op tijd. Ik ben een goede vlieger. Hier gaan we weer. Wow! Pas op, je mensen aan neerstorten. Wow! Oké, nee. Oh, toch niet. Toch niet. Oh, man, dat is verschrikkelijk gewoon. Yay! Yay! Mensen, ik zweet ervan. Nee, het is niet te doen. Wow! Oei. Ja, weet je mensen, dan de vleermuizen weg zijn, de klusattractie, moet me op een andere manier gaan vliegen, hè. Hopla! Hey! Wow! Bij ze dat ik dronken kom. Als gratis dronken kom. Yay! Moink, moink, moink. Dames en heren, welkom hier op de Victorsreis. Ik moet altijd denken, want dit was vroeger de Dongolreis. En nu is het de Victorsreis. Van de kikkers en de vliegende fietsen gaan we gewoon hier op de achtbaan. Ik zou zeggen, let's go, we gaan ervan genieten. Dat is gewoon zo'n standaard coaster, zoals iedereen dat kent. De 88-baan.
om het goed te zeggen. Let's go, hier gaan we. Jee, mensen. En dit was dan de 88-baan. Onderuit filmen, dat gaat precies niet heel goed, want die zwarte dingen staan in de weg. Dus het enige wat je kan zien is zwart. Maar het is wel een ideale attractie om een keer te testen van hoe werkt mijn camera? En wat heb je op beeld? Alleen maar zwart. Nee, het is geen waar. Oké. Het park gaat bijna sluiten. En zoals ze het hier altijd omroepen, is dat kei cool. Dat is echt een top manier waar ze het hier omroepen. Dat gaat sluiten niet, maar wel top als ze het gaan omroepen. Maar nou weet je hoeveel coasters en attracties en hoeveel ijsjes en hoeveel pannenkoeken en hoeveel... weet dan gewoon wat dat is. He. Van hamburgers gesproken, hè? Ja. Je kunt tot 30 minuten na sluiting genieten van een heerlijke maaltijd. Zeker, heerlijk van een maaltijd. Dat komt daarbij een heerlijke maaltijd natuurlijk. Okay. Dus tot 30 minuten na sluiting kunt u genieten van een Biggie Burger, van een echte Biggie Burger, ja. Maar pas op, en bij mijn spaghetti kun je ook wel lekker eten. Vanmiddag heb ik mij gewaagd aan een beetje vollevang met een beetje frietjes. Met een beetje, moet ik niet overdrijven. Met een nadruk op een beetje of zo. En een koekje met een vollevang lekker erin. Met een beetje koek of met een beetje veel koek? Het was een koek, want het staat als een koek. Het was niet slecht, het was zelfs een heerlijke maaltijd. Ja. Voor zijn prijs. Ja, voor slechts 16 euro heb je een heerlijke maaltijd. Kan ook iets minder of iets meer zijn natuurlijk. Het moet altijd dat iets meer zijn voor de klant. Ja. De klant is koning. Het moet niet altijd Samsung zijn hier koning is. Ja, bij mij op werk hebben we geleerd dat moet dat ietsje meer zijn. Dat ietsje meer. Nou, waarschijnlijk klopt zal niet bij jou op het werk. Helaas niet. Maar het mag inderdaad ietsje meer zijn. Ja, dat ietsje meer. Ietsje meer, ietsje meer. En de prijs hetzelfde bleef, maar toch dat ietsje meer. Ja. Dat zou ideaal zijn. Maar de maaltijden zijn echt wel lekker. Volgens dat pretpark. Heb je gevlogd? Heb je de maaltijd gevlogd? Want ik vlog hier niet meer dan maaltijden. Nee, ik vlog hier alleen maar attracties, maar geen maaltijden meer. Wat ik wel mis bij de maaltijden hier. Ze zijn lekker, maar vanmiddag heb ik frietjes gegeten met vol-au-vent, maar er was daar niets van groenten bij. En dat vond ik zo wat jammer. Zo een beetje salade, een beetje tomaat, dat past daar wel bij. Ja. Maar ik heb dat niet gezien en dat is er niet meer bij. Dus echt voor groenteneters vind je dat hier niets in het park. En vroeger was dat er toch wel bij als van dat weet ik, ja, dat weet ik niet meer, ik twijfel. Het enige wat ik hier niet zag van groenten was een slaatje dat ik kon krijgen, een Caesar slaatje of zo. En daar waren groenten bij, maar bij alle andere maaltijden, bij meneer Spaghetti, waren er geen groentjes bij. Als je groentjes wil eten, moet je de burger nemen. Ja, dat is bij plop en het plop de paddenstoel. Ja, of de Biggie Burger ook, die cornichons die ertussen zitten. Dat zijn groentjes. Twee cornichons en een beetje het rode uitjes, dat zijn groentjes. Daar met die paddenstoel, daar kun je ook hamburgers krijgen, met frietjes. En daar zit er wel sla en tomaat en groentjes tussen de hamburger. Dat is wel waar. Dat is vooral wel sla en tomaat. Een pluspunt. Een blaadje sla en een blaadje tomaat. Alleen een scheepje tomaat. Een scheepje tomaat extra is dan toch dat ietsje meer. Oh ja. En bij een cheeseburger krijg je dat ietsje meer, in plaats van één schaletje kaas krijg je er dan twee of zo. Ja, maar het is zo. Ja, je kunt genieten tot 30 minuten na sluiting van de heerlijke restaurants op het Dorpsplein, hier in Plopsland en Pammen. Pas op, die zijn wel gezellig. Bijvoorbeeld het terras van het Kampioenencafé, vind ik heel leuk om daar een kopje koffie of een... Oké, mensen, in dit gesprek ga ik wel een beetje geknipt hebben. En waarom is dat zo? Ja. Dat heeft te maken met de achtergrondmuziek. Oké, we gaan verder. We gaan naar huis.
Nee, we gaan niet naar huis, we gaan nog attracties pakken. Het is nog maar 2 uur in de namiddag. Ja, kom, we gaan attracties pakken. Ik ga de Supersplash mee pakken. Dat kan niet met de koffer. Just dan mee, mijn auto is dan geplet. Dus daarom moeten we erop. We gaan gewoon op de Supersplash. Je hebt wel gestemd op Klaasje, zei je in de vlaggen. Ja, nou, ik heb gestemd op Klaasje. Gezellig, toch? Anders de Wiki Splash, de Wiki Battle. Oh ja, de Wiki Battle. Kijk, gezellig. Nou ja, daar word je toch ook nat van. Als je geen goed oplet, niet. Ik druk altijd in die bak voor de rugzak. Oh, oké, ja, gezellig, ja. Oh nee, piraten aan de overkant! Hier gaan we! Hey! Ja, bijna! Oh jammer, niet in. Oh. Mag je wat nieuw, hè? Joepie! Wacht, we moeten aanvallen aan de overkant. Een andere boot opkomt, Heel spannend, we gaan niet meer dan het zijn ghost peoples. Oh, pirates. Nee, het zijn ghost peoples. Ghost peoples? Ja. Ghost. Dat zijn mensen die je niet ziet. Maar ik denk dat er daar gevaar is. Er wordt gevaar. Aanvallen! Here we go! Oh yeah! Met een probleem aanvallen, er staan geen schieters. Jawel, ze staan hier aan de zijkant. Achteruit. Ja, ga je meedoen? Ja, het is een moment, nee. Kom aan. Hé, het is verschrikkelijk. Ze werken niet. Hé, dat is niet eerlijk. Oh, dat is niet eerlijk. Dat is 1-2, dat is niet eerlijk. Nee. Oh, verschrikkelijk. Maar de politiek is toch niet eerlijk op deze stemmingsdag. Ah, oh, wie had er gewonnen op de stemming? De andere partijen zijn ook maar meer of hoespartij. Ah ja, goeie. Welke partij? Dat is een nattigheid weg van mijn Kodak. Ja, achter de schermen. Ja. De Wiki Battle. Pardon. Backstage. Toch. Zoveel battle is er niet aan precies vandaag. Dat weten de mensen niet. Doe dan alsof. Dat is voor de camera. Oh, ik hoop dat wij nog op tijd zijn voor naar de kaboutertjes te gaan. Oh, misschien is het kabouterbos nog open. Ja, misschien had er wel een kaboutertje mee om een huis op te ruimen. We zitten in een pretpark. Het woord zegt zichzelf zo. Pret en park. Pretpark. Ja. In West-Vlaanderen is het ook een ander woord voor prei. Huh? Er is veel prei staan. Oei. Pretsoepen? Pretsoepen, ja. Mensen, we hebben op Wiki de Battle geweest. En ik vond het plezant, want ik ben niet te nat. Ja, is zo, hè. Ja. En nu gaan we ons gasten voor naar het bos van Plop te gaan. Want ik heb mij laten wijsmaken dat het best wel een keer de laatste jaren of het laatste jaar of... In het kort gezegd, als jij zo weggaan, ik zou wel moeten opzoeken van wat er officieel gezegd is geweest, maar ik heb daar een video van online staan, namelijk van het Plopsa Hotel. Want daar wordt er uitleg gegeven wat de toekomstplannen zijn met Plopsa Parken. En ja, wil je dat weten, dan ga je gewoon die video moeten kijken. Dan weet je wat dat de toekomst is van de Plopsa Parken. En daar werd er wel verteld, dat kan ik zeggen, dat de Boomba-zone, waar onder andere ook het bos van Plop ligt, wordt afgebroken of toch wordt aangepast of dergelijke en een heel indoor Boomba zone park zal worden. Dus Vitamino zegt zo van Vitamino. Ah ja, sorry, ik moet altijd denken naar vitamine. Dus die zegt dat het die kant wordt. Denk ik. Denk dat maar het probleem is, er ligt daar een huis Florizone zit daarachter. Ja, zit daarachter. Ongeveer, ja, oké. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre dat mag, maar ik weet ook dat Bos van Plop ook al niet meer het jongste gebouw is. Dat is waar. Dat hanteert nog van de attractie Apirana. De meeste oudere kijkers die kennen Apirana wel. Maar de meeste oudere kijkers zijn wel heel trouw van Apirana. En wat is Apirana? Dat was de bijenattractie van het Meliepark, ja. Hier in Meliepark. Of, ja, goed. Ondertussen Plopsland te pannen. We gaan op het bos van Plop, zolang dat we nog kunnen. En wanneer dat die weggaat, dat weten we natuurlijk niet. Dat is de vraag. Ja.
Dag Kwabbel, tot de volgende Picture Time! Here we go! Yay! Thank you.
Voilà mensen, dit was hem dan, de attractie. Maar voordat we eigenlijk komen naar Plopsaland, oké. Kom je van Bos van Plop naar Plopsaland? Ja hoor, ja, oké. Okay. Ja, top attractie. Nee. Wat zou ik allemaal kunnen zeggen? Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te zetten. Ja, hier zo onderaan ergens kun je duimpjes geven. Kun je ook disliken, kun je doen wat je wilt. Vond je het niet leuk, geef toch maar een duimpje, dat is altijd plezanter. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ga ook een keer kijken op zijn kanaal, dan kom er ook voor vandaag. Ja, en, Vitanimo. Ja, Vitamino met de vitamintjes. Vitamino met de Nemo. Nemo. Nemo van Disney, Vitamino. Vitamino, oké. Okay. Yes, goed. Wat gaan we nog zeggen? Ik zou zeggen, thanks for watching. Sorry, maar de camera wil precies mij alleen filmen. Dus, geen probleem. Ja. Het is een nieuwe camera. Ik moet er nog een beetje op letten wat dat er eigenlijk allemaal kan en wat niet. Hé, er loopt een spook achter mij. Het is nog te vroeg voor Halloween te zijn. Ja, dus ik zou zeggen, we gaan naar huis. Gewoon een keer kijken op YouTube ook, want het zijn altijd hele toffe video's dat ik staan heb op YouTube. Misschien zelfs wel pretparkjes waarvan je zelfs niet wist dat ik het online staan heb. Altijd interessant. En nu gaan we nog een keer kijken naar Maya, Boomba en Piet Piraat. Tot de volgende keer maar weer. Dag. Laag. Zagen met je knieën, schudden met die poepoepidoepido. Van de zijn en neer en schudden met de poepoepidoepido. Die ken ik niet. Wauw, prachtig, mooi. Ah, het is afgelopen. Oei, we zijn te laat. Pot Jandori nog aan toe. We zijn te laat. Het is geen groot gemis, denk ik. Nee, het is een klein gemis. Hé, hey, daar zijn ze het Plopsa Hotel aan het bouwen. Dat is goed. Ja, een leuk weetje. Het is nog niet afgelopen, de vlog. Ik heb nog een leuk weetje. Dat is speciaal voor de kijkers die niet genoeg kunnen krijgen van deze vlog. Ik heb nog een leuk weetje. Voor mij zijn ze het Plopsa Hotel aan het bouwen. Mega cool. En wat is er zo speciaal in het Plopsa Hotel? Je kunt daarin slapen. Je kunt gaan zwemmen bij het Plopsa Hotel. En wat is er nog speciaal in het Plopsa Hotel? Je kunt daar namelijk drankjes kopen en je kunt naar het park komen. Er is één nadeel. Als je nu wilt slapen in het Plopsa Hotel, dan moet je tussen de steunpilaren slapen. Moet je eigen matras en bed meenemen. Heb je geen douche. Kortom, het is gewoon nog niet af. Maar ze zijn het wel aan het bouwen. Oh ja, en de kans is ook heel groot dat je zelfs geen droge nacht zult hebben. Dus het is nog eventjes wachten voor het Plopsa Hotel. Maar ik kan zeggen, volgend jaar kunt u hier genieten van het Plopsa Hotel. Dit is het Plopsa Hotel. En zo komt het eruit te zien. Het Plopsa Hotel. Hier zo, net voor je. Zo, kijk eens aan. Precies een stad, de Plopsa-stad. De Plopsa-stad van het Plopsa-hotel. Voilà. Oké, dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet jullie zeker niet te abonneren op dit YouTube-kanaal. Vergeet ook geen duimpje achter te laten en laat zeker een reactie na. In deze video hier onderaan kun je reacties geven. En ik zal zeggen, tot een volgende keer maar weer. Dag en thanks for watching. En don't forget to subscribe on this YouTube channel. Bye bye. Dit was Plopsa for today. En het was a lot of fun hier in Plopsaland de Pannen, at Belgium.
thanks for watching everyone, and don't forget to subscribe at this YouTube channel and follow me at the social media Facebook, Twitter, Instagram and Snapchat.